galoppaard aan de binnenzijde van Carl Lewis. Start valt en Carl Lewis begint in galop. Vijf paarden dus wel goed weg. En aan de buitenzijde is Bonaparte heel goed begonnen. Galop nummer 1. Ebbingen kijkt naar de buitenkant. Die ligt met Ballantyne V aan de reling. En die denkt, hoe zal ik die Spangenberg nou eens aan gaan spreken? In het Duits of in het Nederlands? Terwijl Ebbingen erover nadenkt, is Spangenberg hem al voorbij. Leiding wordt overgenomen door Bonaparte. Op de tweede plaats daarachter Ballantyne V. Daarachter volgt dan op plaats 3 aan de relingzijde Zouwe Burgerrijder, waarvan we eigenlijk hadden gedacht dat hij makkelijk de kop zou krijgen. Maar dat gaat hier niet lukken. Maar hij kan het ook van de rug af. En Ebbingen wil de leiding nu wel overnemen. En gaat nu toch in gesprek met Björn Spangenberg. Maar Spangenberg zegt nein. En dat is bijna hetzelfde als nee. Dus Ebbingen heeft het begrepen. En is weer teruggegaan naar binnen. Zo gaan de paarden op weg naar de bocht. En het is Bonaparte die leidt. Op de tweede plaats daarachter volgt dan Ballantyne V. Derde plaats voor Zouwe Burgerrijder. Vierde ligt Brenda Charisma. En vijfde Scooby-Doo. Zijn er vijf paarden die nog in de koers zijn? Klein veldje, in Frankrijk ook lekker overzichtelijk. Zien ze niet zo vaak vijf paarden dicht bij elkaar? Dat zien ze wel vaker, maar dan liggen er nog wat paarden achter. En dat hebben we hier niet meer, want er is niet meer in de strijd. Vijf paarden dus en ze komen de rechte lijn voor de tribune in. Leiding makkelijk in de handen van Bonaparte, die graag van kop af koers. Maar in Duitsland kreeg hij daar de laatste keren de leiding niet. En dan is het lastiger. Nu lukt het wel. Daarachter op plaats 2, Ballantyne V. Derde plaats daarachter voor Zouwe Burgerrijder. Robin Bot kijkt al een beetje achterom. Maar wie zou daar moeten komen? Brenda Charisma die komt op het laatste moment. Scooby-Doo komt misschien ietsje eerder, maar ook niet al te vroeg. En dus is er helemaal geen gevaar te duchten. En gaan de paarden de rechterbocht in. Leiding in handen van Bonaparte. En Björn Spangenberg heeft het tempo een beetje uit de koers gehaald. Bonaparte leidt. Tweede plaats daarachter voor Ballantyne V. Die gaat al een half spoortje naar buiten. Dat doet inmiddels ook drie kwart spoor naar buiten. Zouwe Burgerrijder. En dan gaat Ballantyne V toch ook maar. Want anders raak je straks ingesloten. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Bonaparte wordt nu aangevallen door Ballantyne V. En ook gelijk gepasseerd. En Zouwe Burgerrijder gaat erachteraan. Bonaparte zakt terug naar plaats 3. Jeffrey Miras ligt vierde met Brenda Charisma. En vijfde is Scooby-Doo. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Ballantyne V voor Zouwe Burgerrijder. Wie van de twee is de beste? Of gaat Jeffrey Mira zich er nog mee bemoeien? Die sluit nu aan met Brenda Charisma. En zo zijn ze halverwege de Tjarnabocht. Galop nummer 8. Gaan de laatste bocht door en Ballantyne V leidt. Ballantyne V als eerste in de laatste rechte lijn. Daar komt Zouwe Burgerrijder aan de buitenzijde. Daar komt ook aan de buitenzijde Brenda Charisma. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Ballantyne V aan de binnenkant. Zouwe Burgerrijder aan de buitenzijde. Bot gaat langzaam aan het werk. Aan de binnenzijde Ebbingen. Buitenzijde Bot op weg naar de streep. Ja, daar gaan ze neus aan neus en Zouwe Burgerrijder wint. Tweede plaats Ballantyne V. Derde plaats is voor Jeffrey Miras met Brenda Charisma. En vierde Scooby-Doo.